verschillende persoonlijkheden. We hebben er allemaal mee te maken. Met de ene persoon kun je goed overweg en met de ander kun je totaal niet uit de voeten. In deze video ga ik het hebben over de 16 personalities test, waarmee je jouw eigen persoonlijkheidstype kan ontdekken. En ik ga je verzekeren, mijn resultaat was echt bizar. Hoi, mijn naam is Demi en ik help ondernemers met het groeien van hun bedrijf via video en social media marketing. Ben je nieuw hier? Vergeet dan niet op de abonneerknop te klikken om in het vervolg geen enkele video meer te missen over video, social media, ondernemen en nog veel meer. Wat ik dus al zei is dat ik het vandaag ga hebben over de persoonlijkheidstest van 16 personalities. Een persoonlijkheidstest kan enorm behulpzaam zijn om erachter te komen waarom je de dingen doet die je doet. En natuurlijk om te ontdekken waar jouw sterke en verbeterpunten liggen. Ik ga jullie in deze video dus even meenemen hoe de 16 personalities test nou precies in zijn werk gaat. Wat je hiervan kan leren en natuurlijk ook wat mijn resultaat was wat uit de test is gekomen. In de beschrijving onder deze video heb ik de Nederlandse link van 16 personalities geplaatst. Omdat ik begrijp dat mensen die Nederlands spreken vaak ook wel de testresultaten en de test graag in het Nederlands willen doen. Als je dus naar de website toe gaat, ik kijk ondertussen even mee op mijn laptop, zie je de homepage met een tekst erop waarop staat: ontvang een concrete, accurate beschrijving van wie je bent en waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Als je de gratis persoonlijkheidstest dus start, dan zie je al gelijk een heleboel vragen staan. En daarboven staat ook een balkje met hoeveel vragen je al hebt beantwoord en hoeveel procent je dus al hebt gedaan. Nou, het is dus de bedoeling dat je deze vragen zo eerlijk mogelijk antwoord, ook al staat het antwoordje niet aan. Dus ook al weet je van jezelf dat je een enorm dromerig persoon bent, maar wil je het eigenlijk niet toegeven, dan moet je dus wel invullen dat je een dromerig persoon bent. Er is toch niemand die antwoorden gaat bekijken, behalve jezelf. Dus wees eerlijk naar jezelf. Je hebt daar het meeste aan en dat geldt eigenlijk voor alles in het leven. Wanneer je deze test hebt afgerond, komt er dus een persoonlijkheidstype uitgerold. En je kan dus vallen onder de persoonlijkheidstype analisten, diplomaten, schildwachten of verkenners. Het is super leuk om daar even eens naar te kijken. Vooral als je deze test nog nooit hebt gedaan. Ik had het nog nooit gedaan en ik moet zeggen, mijn resultaat was echt, echt, echt bizar. Het klopte echt heel goed. Nou, wat ik dus was, nu komt het resultaat van mijn test. Ik was dus een bevelhebber, dus ik viel onder de categorie analisten. En bij bevelhebber staat: moedige, verbeeldingsrijke en wilskrachtige leiders die altijd een weg vinden of er eentje maken. En toen ik dit las, dacht ik: yeah! Ik dacht, dat ben ik. En toen ging ik dus nog verder kijken, want als er dus een persoonlijkheidstype uitrolt, in mijn geval dus bevelhebber, kan je het dus helemaal openklikken. En het is echt enorm uitgebreid hoe ze die persoonlijkheidstype dus hebben beschreven. Voor mijn persoonlijkheidstype, ik lees ondertussen even mee vanaf mijn laptop. Als bevelhebbers ergens van houden, is het wel een goede uitdaging, groot of klein. En ze zijn ervan overtuigd dat wanneer ze genoeg tijd en middelen tot hun beschikking hebben, ze elk doel kunnen bereiken. Ik vond het zo leuk om dit te lezen, want ja, dit is gewoon hoe ik ook insta, zeg maar. En natuurlijk om daarna ook strengths en weaknesses. Dus ik vond het heel erg leuk dat dat eruit is gekomen. Ik kan nu wel het hele profiel inhoudelijk gaan bespreken, maar dat is voor jullie totaal niet relevant. Wat ik voor jullie wil aanraden is dat jullie zelf gewoon eventjes de persoonlijkheidstest gaan doen, als jullie nog niet hebben gedaan. En laat hieronder dan eventjes weten welk persoonlijkheidstype jij was en of dit bij je past, ja of nee. Ik ben ontzettend benieuwd naar jullie resultaten. Vergeet je niet te abonneren. En dan zien jullie mij volgende week weer terug in een nieuwe video. Doeg!